Ja, zoals je net gehoord hebben, werken wij als oncologieverpleegkundige op zowel de dagbehandeling als de kliniek. En ik vind het heel leuk om jullie mee te nemen naar deze afdelingen. Gaan jullie mee? We beginnen op de dagbehandeling en straks neemt Nicolien jullie mee naar de kliniek. Nou, hier is de dagbehandeling. Je ziet hier voor je, de dagbehandeling met alle kamers. De patiënten komen hier binnen en die mogen zich eerst melden bij de secretaresse. Nou, de secretaresse die neemt de patiënten aan en dan moeten ze eerst naar de dokter. Of ze mogen gelijk naar de kuur toe. En daar is de wachtruimte. Die laat ik ook aan jullie zien. Wat eigenlijk heel leuk is, is dat we sinds kort een hele nieuwe afdeling hebben. Dus we zitten eigenlijk nog maar een paar weken op de nieuwe afdeling. En zoals je ziet hebben we echt heel mooi laten opknappen met hele mooie foto's, met stadgezichten van Gouda. Dus de patiënten kunnen zich hier melden of als er bijvoorbeeld een gesprek is, dan kunnen we in deze ruimte zijn. En dan komt de patiënt naar ons toe. De patiënt komt over het algemeen eerst op het spreekuur van de oncoloog. Hier zie je de spreekkamer, ook een hele mooie nieuwe kamer. Die heeft eerst gesprek met de oncoloog en aansluitend komen ze bij ons voor de chemokuur. Ik ga jullie de kamers laten zien. Dit is een van de patiëntenkamers. Ik zal jullie deze even laten zien. Dit is de kamer waar we ook de hoofdvetkoeling doen. De hoofdvetkoeling die bieden we ook als ziekenhuis aan. Hier zie je het apparaat van de hoofdvetkoeling met de kappen erop. Ik zal jullie de andere kamers laten zien. Nou, dit is een van de grotere patiëntenkamers. Zoals jullie zien is Nicolien hier bezig. Die is even bezig met alles het opruimen van de chemokuren. Nou, Lisanne heeft wat kunnen laten zien van de dagbehandeling en ik wil u graag meenemen naar de kliniek. Dus gaan jullie met me mee? Nou, we zijn hier op de afdeling aangekomen zoals jullie zien. Dit is de interne geneeskundeafdeling en als oncologie vallen wij hieronder. Dus ik wil u graag eventjes wat laten zien. Hier liggen onze klinische oncologiepatiënten opgenomen op deze afdeling. Het leuke is om te weten dat deze afdeling, ja, hier zitten we eigenlijk nog maar sinds een aantal maanden. Het fijne van deze afdeling is dat het alleen maar 1- en 2-persoonskamers heeft. Dus voor onze oncologiepatiënten betekent dat eigenlijk wel meer rust en comfort. En we zijn heel blij dat we dat kunnen bieden. Nou, we hebben dus alleen maar 1- en 2-persoonskamers hier. We proberen de patiënten te clusteren, de oncologiepatiënten. Waardoor het betekent dat de oncologieverpleegkundige eigenlijk altijd op die patiënten staat en daarbij betrokken is. Nou, zo zien een van onze patiëntenkamers eruit. Wij willen jullie nu de dagbehandeling en de kliniek laten zien. We hopen dat jullie een duidelijk beeld hebben gekregen hiervan. En hopelijk tot ziens.